Nou, goedemorgen allemaal vanuit het nog een beetje frisse Alphen aan den Rijn. Ik weet niet of jullie weten waar dat ligt. Dat is in Zuid-Holland. En ik wil jullie welkom heten op de gastles van mij. Nou, ik zal me eerst eventjes goed voorstellen. Mijn naam is Kevin Blom. Ik ben scheidsrechter in het betaald voetbal. Nou, wat houdt dat nou precies in? Dat ik wekelijks wedstrijden fluit in het betaald voetbal. Zichtbaar ben op de velden. Nou, dan moet je dus denken aan Ajax, wedstrijden van Feyenoord, wedstrijden van PSV. Kortom, ja, eigenlijk alle wedstrijden die in Nederland worden gefloten. En nou ja, daar wil ik jullie graag eens wat meer over vertellen. Nou, hier aan beide kanten zien jullie mijn buurmeisjes. Dat zijn ook vandaag de assistenten. Dus nou, laten we nog één keer goed beginnen. Want fluiten doe je. Goed, nou, welkom nogmaals. Ik zie dat er nog steeds heel veel mensen binnendruppelen. Hartstikke leuk. Jullie kunnen ook vragen stellen. Maar ik zal voor eerst eens eventjes het een en ander vertellen wat ik allemaal doe. En wie ik precies ben, zodat jullie een goed beeld hebben hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Nou, scheidsrechter worden, ja, dat doe je eigenlijk. Ik werd gevraagd ooit bij de voetbalvereniging in Gouda. Daar vroegen ze aan mij van, joh, zou jij eens een keer een wedstrijd willen fluiten? Nou, volgens mij zijn er ook heel veel van jullie die ook wedstrijden voetballen. En ik dacht, hey, het lijkt me hartstikke leuk om eens een wedstrijdje te gaan fluiten. Je moet natuurlijk ook wat terugdoen voor een voetbalvereniging. Dus ik dacht, hey, dat lijkt me gaaf om te doen. Nou, wat heeft een scheidsrechter allemaal nodig? Wat denken jullie wat een scheidsrechter allemaal nodig heeft? Het allerbelangrijkste wat een scheidsrechter nodig heeft, is, laten we nog één keer horen, is de fluit. Goed zo. Nou, daarnaast, wat heeft de scheidsrechter nog meer nodig? 2 assistenten voor buitenspel. Nou, laat maar eens even zien. Hoe werkt dat? Even goed vlaggen. Juist. Daarnaast zien wij ook dat de scheidsrechter een rode en een gele kaart heeft. Nou, waarom heeft een scheidsrechter nou een rode en een gele kaart? Als een speler een overtreding maakt en nou ja, die is een beetje vervelend, dan kan die eerst zeggen van, hey, doe eens even rustig aan. Dit is niet wat ik wil zien op het veld. En dan kan je de speler vermanen, zoals dat dan mooi heet. Dan zeg je, hey, niet meer doen. Gaat die speler door en zeg je van, nou, ik vind dit echt een beetje te ver gaan, dan kan de scheidsrechter een gele kaart geven. Als een speler vervolgens toch nog een keer doorgaat en hij krijgt nog een keer een gele kaart, of hij maakt een hele ernstige overtreding, dan krijgt hij een rode kaart en dan moet hij het veld verlaten. Nou, wat nog meer een scheidsrechter nodig heeft, is natuurlijk een tosmunt. Nou, die tosmunt die heeft 2 kanten. In dit geval een blauwe kant van de FIFA en je ziet hier ook een gele kant. Nou, wat vraag ik dan? Dan vraag ik aan de aanvoerder. Dat is dus degene die dit wandje vaak draagt. Hè? Dus respect. En die aanvoerder, dan vraag ik aan de aanvoerder, welke kleur wil jij hebben? Wil jij blauw of wil jij geel? Nou, vervolgens tos ik, gooi de munt op en dan zeg ik, oké, nou je ziet het is blauw geworden. Degene die het dan goed heeft, die mag dan kiezen of die eerst gaat aftrappen of vervolgens toch zegt van, nou, ik wil dat doel, wil ik bewaken. Nou, natuurlijk heeft de scheidsrechter ook een scoreblokje bij zich. Nou, wat schrijft hij daar allemaal op? Wanneer er een doelpunt wordt gescoord, want dat is natuurlijk het allerleukste om mee te maken. Wie de aftrap heeft genomen in de eerste helft, wie de aftrap moet nemen in de tweede helft, de doelpunten met de minuten, kortom, nou, daar kan je daar alles op kwijt. Natuurlijk een pen, ook belangrijk tijdens de wedstrijd, dat je alles op kan schrijven. En in het betaald voetbal gebruiken wij ook de referee spray. Nou, die spray, dat is eigenlijk een soort hulpmiddel, zodat de scheidsrechter kan zeggen, hey, jij moet bij een vrije trap op 9,15 meter gaan staan. Nou, 9,15 meter, dat pas je af met je voeten. En dan zegt hij vervolgens, hup, en dan zet hij een streep op dat veld. En die spray, die blijft zeg maar zo'n minuut lang blijft die op het veld liggen. En dan kan de scheidsrechter dus de spelers die daarachter moeten staan
op de juiste afstand zetten. Want het is natuurlijk heel belangrijk, nou ja, dat een speler op 9 meter staat. Want je hebt heel veel goede voetballers. Ik noem maar eens een goede voetballer bijvoorbeeld bij Feyenoord. Wie denken we dan? Steven Berghuis bijvoorbeeld. Die kan heel goed vrije trappen nemen. Nou, die wil maar één ding. En dat is dat de muur op de juiste afstand staat. En als dat zo is, dan kan die veel beter kan die scoren. Nou, bij Ajax heb je bijvoorbeeld Hakim Ziyech. Die natuurlijk heel goed vrije trappen kan nemen. En bij PSV bijvoorbeeld Steven Bergwijn. Nou, dat zijn allemaal specialisten die dat hartstikke goed kunnen. Nou, natuurlijk heb ik ook een scheidsrechtershirt nou aan. Nou, je ziet het al. Roos, Anne en Fleur, die hebben al een heel mooi shirt aan. En ik heb natuurlijk ook een shirt. En die wilde ik ook even laten zien. En dat is het shirt hierachter. Lukt dat? Dit is mijn scheidsrechtershirt. Dus die draag ik tijdens de wedstrijd. Nou, wat zie je hier op het shirt? Hier zie je een aantal zakjes. En in die zakjes, daar heb ik dus bijvoorbeeld een mapje zitten met de gele en de rode kaart. Daar zit ook mijn scoreblokje zit erin. En natuurlijk mijn pen. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Nou, het andere shirt, en daar ben ik ook heel erg trots op, dat is het gele shirt. Lukt dat om die te pakken? 1, 2, goed zo. Nou, en dit is mijn laatste shirt die ik heb gebruikt of heb tijdens de wedstrijd. Dat was bij Espanyol in Barcelona tegen CSKA Moskou. En dit is dus het internationale shirt. En ik ben nu gestopt als internationaal scheidsrechter. Maar hier was ik natuurlijk wel heel erg trots op. Ik heb 15 jaar lang heb ik wedstrijden gefloten in op het internationale podium. Nou, misschien ook wel leuk om een aantal spelers eens te laten zien. Dit is bijvoorbeeld het shirt van, dat weten jullie vast wel, Barcelona. Juist. Dus dat is een heel mooi shirt. En ik heb dit shirt ooit van Robin van Persie gekregen. Dit shirt kreeg ik destijds toen hij nog voetbalde bij Fenerbahçe. En hij vroeg aan mij van, joh, wil je mijn shirt hebben? Nou, daar was ik natuurlijk hartstikke blij mee. En ja, volgens mij, de mensen die het al herkennen, die zien dat denk ik gelijk. Wat is dit voor mooi shirt? Ja, dit is op dit moment toch wel een van de beste spelers van Nederland. Virgil van Dijk. Juist. Nou, ik denk dat dat wel een aantal spelers zijn waar we heel erg trots op zijn. Ik kijk ook gelijk eventjes naar de rechterkant, want ik zie een aantal keren, ik zie dat er al heel wat vragen worden gesteld. Nou, bijvoorbeeld de bovenste, ik zal eens beginnen. Hoe vind jij het om met beroemde spelers op het veld te staan? Ja, dat is natuurlijk geweldig dat ik leiding mag geven aan 22 spelers. Ja, en als dat dan ook nog eens een keer spelers zijn zoals een, nou ja, Frenkie de Jong of een Matthijs de Ligt. Of een Ronaldo die ik 2 keer heb mogen fluiten. Of een Zlatan Ibrahimovic voor degene die hem kennen. Ja, dat zijn natuurlijk wel fantastische momenten om dat te doen. En heel eerlijk, ja, dan denk ik ook heel vaak met een fluitje die ik van 2 euro die ik ooit heb gehad. Ja, dan is het natuurlijk wel geweldig dat ik dat soort spelers allemaal mag fluiten. Ik heb straks ook, en Roos heeft hem al laten hem zien. Kijk, de bal. Ja, dit is een hele mooie Champions League bal. En nou ja, die wil ik ook heel graag. Dankjewel, Roos. Die wil ik ook heel graag aan een van jullie geven. En dat laat ik straks nog even weten hoe jullie die kunnen winnen. Want daar kan je wat voor doen. En dat trucje, en wie degene die dat het beste kan, zullen we eens even kijken. Dat gaan wij met de jury, met z'n vieren, gaan we dat bepalen. Wie dat het beste heeft gedaan, gaan we dat doen. En de tweede prijs is een hele mooie scheidsrechtershirt. Nou, dan ga ik kijken naar de volgende vraag. Ben je echt een keer boos geworden? Ja, natuurlijk. Heel eerlijk, degene die ook voetballen, die zullen dat best wel eens meemaken dat spelers heel vervelend kunnen doen. Ja, en dan kan je de eerste keer zeg je, nou, rustig aan. En dan geef je dat op die manier aan. Maar als je denkt van, hé, dit wordt wel heel vervelend. Ja, dan moet je steeds bozer worden. Natuurlijk moet je niet echt boos worden. Dat is heel belangrijk. Als je echt boos wordt, ja, dan heb je geen controle meer. Ja, en dan gaat het natuurlijk niet goed. Dus dat is wel verstandig om dat niet te doen. Dus je moet niet heel boos worden.
maar af en toe wat zeggen, ja, dat is nu natuurlijk wel belangrijk. Ik zie van Evi een hele leuke vraag staan. En Evi vraagt aan mij, kun je wel voor een club zijn als je scheidsrechter bent? Nou, dat vind ik een hele belangrijke vraag, want dat krijg ik heel vaak. Gisteren ook, toen liep ik op straat en toen zei iemand, ja, jij bent altijd voor Feyenoord. Nou, de dag ervoor zei hij, ja, iemand anders, jij bent altijd voor Ajax. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Een scheidsrechter moet neutraal zijn. Nou, wat moet hij doen? Neutraal houdt in dat de scheidsrechter onpartijdig. Dus die scheidsrechter, die wil maar één ding. En dat is dat de wedstrijd goed gefloten wordt. En dan moet hij zorgen dat hij eerlijk is. Eerlijk is natuurlijk heel erg belangrijk. Nou, dat heb ik net al laten zien. Dit is een bandje, een respectbandje. En dat respectbandje, nou, dat zegt natuurlijk heel erg veel. Ik denk dat het ook leuk is dat we die ook gaan weggeven. Dit respectbandje, dat is natuurlijk belangrijk. Want wat zegt dat respect nou? Respect houdt in dat je sportief bent, dat je elkaar respecteert, dat je eerlijk bent, dat je de regels toepast. Nou, een scheidsrechter, die moet natuurlijk één ding doen. En dat is de regels heel erg toepassen. Dus vandaar dat ik altijd zeg respect. Nou, en ik denk dat er heel veel leraren zijn waar wij op dit moment heel veel waardering voor hebben. Want daarom doen we dit ook. En dat we een klein beetje willen zeggen van nou, wij hebben heel veel respect voor hetgene wat jullie doen. Nou ja, ook degene die natuurlijk in het onderwijs zitten op dit moment. Ja, jullie hebben het ook niet makkelijk gehad. Volgens mij hebben jullie nu de komende 2 weken lekker vakantie. Dus nou, dat wordt echt genieten geblazen. Als laatste, nou, kan je voor een club zijn? Nee. Je kan natuurlijk best wel eens, ook ik ben vroeger supporter geweest van het voetbal. Maar het allerbelangrijkste is dat je neutraal bent en dat je de wedstrijd eerlijk fluit. Even kijken. Nou, waar ben je nou zoal trots op? Nou, ik denk dat ik wel een aantal dingen, wat wel heel erg mooi is om nog te laten zien. Ik kreeg laatst deze hele mooie schaal. Nou, ik weet niet of jullie het goed kunnen lezen, maar op die schaal staat dat ik 500 wedstrijden heb gefloten in het betaalde voetbal. Nou, daar ben ik natuurlijk ontzettend trots op. En ja, wat voor wedstrijden zijn dat dan? Nou, dat zijn bijvoorbeeld wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax, PSV en Willem II, ADO Den Haag tegen Utrecht. Kortom, ik heb alle mooie wedstrijden in Nederland gefloten. En internationaal, nou, zoals jullie zien, dit was mijn 100ste wedstrijd. Toen kreeg ik deze mooie schaal. Ja, en daar ben ik natuurlijk ook super trots op dat ik zoveel mooie wedstrijden heb mogen fluiten. Nou ja, dat is natuurlijk voor een scheidsrechter ook echt geweldig om te doen. Welke voetballer, wordt hier gevraagd, vind jij de beste van de wereld? Nou, ik heb natuurlijk heel erg blij mee dat ik heel veel mooie wedstrijden heb mogen fluiten. En dus ook heel veel goede voetballers heb gezien. En de beste die ik heb gefloten is toch wel Ronaldo. Ik heb ooit de Peace Cup gefloten. Dat was een vriendschappelijk toernooi. En dat was toen Real Madrid tegen Il Guito. En nou, daar speelde Ronaldo zijn eerste wedstrijd voor Real Madrid. En die maakte toen ook zijn eerste doelpunt. Oh, kijk uit, anders valt hij. En nou, dat was natuurlijk voor mij ook echt als scheidsrechter geweldig om in zo'n fantastisch mooi stadion te staan. Ik weet niet of er velen van jullie geweest zijn in Madrid. Maar nou, ga daar gerust een keertje naartoe. Want het is geweldig om te zien. Nou, daar speelde toen ook Arjen Robben. Voor degene die dat nog weten. Ook een hele, hele, hele mooie en grote voetballer geweest. Dus ja, dan sta je op dat veld. En ja, dat vond ik toch wel de beste voetballer die ik ooit heb mogen fluiten. De vraag die ik ook heel veel krijg. En die is helaas door iemand die heet anoniem. Maar dat zal wel iemand zijn die toch niet herkenbaar wil zijn. Wat is uw mooiste wedstrijd geweest die u mocht fluiten? Nou, dat zijn eigenlijk 2 wedstrijden. In Nederland is de mooiste wedstrijd geweest de bekerfinale. Dat was Ajax tegen Twente destijds. Dat was voor mij echt een geweldige wedstrijd in een hele mooie, bomvolle Kuip in Rotterdam. Dat is het Feyenoordstadion. En daar speelde Ajax toen tegen Twente. Nou, dat is voor een scheidsrechter natuurlijk geweldig om dat mee te maken.
En internationaal, dat was de Champions League wedstrijd. Nogmaals, deze bal, die kunnen jullie straks winnen. Laat me maar een keer zien, Roos, in beeld. Dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, hier staat het Champions League logo. Zien jullie dat? Dat is ook gaaf. En dat was de wedstrijd Arsenal tegen Udinese. Ja, Arsenal natuurlijk een schitterend mooi stadion. En wat ik daar met name het allermooiste vond, dat was het gras. Het was zo'n mooi voetbalveld. Het leek wel een soort ja, biljartlaken. Het was zo mooi gemaaid. Dat was echt super gaaf om mee te maken. Nou, ik wilde ook nog eens even laten zien. Want ja, waarom heeft een scheidsrechter nou een fluit? Nou, een fluit is eigenlijk een heel belangrijk middel waarmee je heel veel kan doen. Zo'n fluit is natuurlijk, nou ja, je kan fluiten. Dat is natuurlijk één keer. En dan kan je zeggen, hey, even stoppen allemaal. Maar je kan ook praten als het ware met de fluit. Dus dan zeg je... En wat je dan eigenlijk zegt is, hey jongens, rustig aan, eventjes stoppen. En als je, nou ik kreeg de vraag net ook, heel boos bent, dan doe je één hele felle fluit. En dan laat je duidelijk zien dat je zegt van, hey, tot hier en niet verder. Ja, ik mag het niet zeggen, maar ja, dit is natuurlijk ook een beetje de les fluiten op je vingers. Maar ja, ik denk toch dat het belangrijk is dat je fluit met deze hele mooie fluit. En dat bijvoorbeeld een meester of een meesteres, hè, een lerares, dat die af en toe eens een keer zo'n fluit in de klas wel zou kunnen gebruiken. Misschien, ik weet niet of jullie wel eens stout zijn, dan kan je die natuurlijk ook gebruiken tijdens de les. Maar nou, dat is wel een goeie. Ik krijg ook de vraag, heeft u ooit iemand een rode kaart gegeven? Ja, ik heb diverse spelers een rode kaart gegeven. Nou, ik zei het net al, hè, waarom heeft een scheidsrechter nou die rode kaart? Nou, die rode kaart is eigenlijk als een speler heel erg gemeen is. Nou, wanneer is die heel erg gemeen? Als die bijvoorbeeld een speler heel hard trapt of spuugt of slaat. Nou, dat soort dingen. Als een speler dat doet, ja, dan moet je als scheidsrechter dat moet je niet accepteren. Ja, als jullie iets doen wat niet mag, dan word je denk ik wel eens de klas uitgestuurd. Nou, als een speler iets doet wat niet mag, dan krijgt hij de rode kaart. En dan mag hij niet meer meedoen aan het veld of aan het spel. En dan moet hij het veld verlaten. Ja, heel eerlijk, dat doe je natuurlijk niet snel. Dat moet echt wel heel erg gemeen zijn wat hij doet. En als hij dat doet, ja, dan wordt hij ook echt van het veld gestuurd. Nou, leukste wedstrijd heb ik net gekregen. Er wordt hier ook gevraagd, even kijken. Hoe was het toen je voor het eerst een wedstrijd floot? Wordt hier gevraagd. Nou, dat was wel heel erg spannend. Mijn allereerste wedstrijd was destijds bij de jeugd bij Ona in Gouda. En daar werd ik gevraagd van, joh, wil je eens een keer een wedstrijdje fluiten? Nou, dan ga je dat veld op. Natuurlijk nog niet met rode en gele kaarten. Eigenlijk alleen maar ja, een fluit en een notitieblokje, een tosmunt. En dan ga je beginnen met de wedstrijd. Ja, dat was wel heel erg spannend. Want ja, je moet toch leiding geven aan dat is dan nog 7 tegen 7. Maar inmiddels zijn dat dan 22 spelers. Maar ja, dat was super spannend om dat te doen. Ja, dat vond ik echt super gaaf om dat mee te maken. Dus ja, dat was voor mij ook wel heel erg spannend. Hele goede vraag hier ook van iemand. Wat vindt u van de VAR? Oftewel, wat vindt u? En dat kennen we natuurlijk allemaal, dat beeldscherm. De videoscheidsrechter. Nou, de videoscheidsrechter is nu zo'n 2 jaar in Nederland. En dat wordt ook internationaal gebruikt. En die videoscheidsrechter is eigenlijk een extra hulpmiddel. Nou, ik heb net al laten zien dat je een hulpmiddel hebt met de spray. Nou, we hebben natuurlijk ook de assistenten met de vlaggen. En de VAR, oftewel de videoscheidsrechter, dat is een scheidsrechter die meekijkt. En die heeft dan de beschikking, die kan dan kijken met beelden, verschillende camera's of een speler bijvoorbeeld hands heeft gemaakt. Soms is een scheidsrechter, die heeft maar ja, 2 ogen en zijn assistenten. Nou, en als het niet lukt om iets goed te kunnen bekijken, dan is het wel heel prettig dat je een videoscheidsrechter hebt. Die videoscheidsrechter die kan dan zeggen van nou, beste scheidsrechter, kom even naar de kant. Nou, dan fluit ik. Zullen we even nog een keer fluiten? En dan zeg ik, oké, beste mensen, ik doe dit. Ik ga naar de kant toe. Dan maak ik dat videoschermgebaar.
En dan ga ik naar de kant en dan kan ik. En dan ga ik staan. Dan zie je die scheidsrechter, zie je zo kijken. En dan ga ik kijken of ik een fout heb gemaakt. Een duidelijke fout heb gemaakt. Dat iemand bijvoorbeeld de bal met zijn hand heeft geraakt. Opzettelijk, oftewel wat strafbaar is, waarvoor hij een penalty moet krijgen. Nou ja, dan moet ik daar alsnog een penalty voor geven. Nou, vervolgens ga ik terug. Dan maak ik weer dat gebaar. En dan zeg ik, oké, alsnog een strafschop. En dan geef ik een strafschop aan de partij die daar recht op heeft. Dus de videoscheidsrechter is om het spel nog eerlijker te maken. En ik hoop dat jullie, als je vaak naar voetbal kijkt, dat jullie dat ook vinden. Want ja, nogmaals, een videoscheidsrechter, die is er eigenlijk om het spel eerlijker te maken en nog sportiever. Nou, kijken of ik nog een paar leuke vragen heb. Ja, dit gebeurt natuurlijk niet vaak, maar als een speler een rode kaart heeft en hij blijft op het veld, nou ja, dan vraag ik vaak aan de trainer van, hey, ga jij eens eventjes van het veld af, want ja, die speler die moet echt het veld verlaten en we gaan niet verder voordat hij het veld heeft verlaten. Nou, wat ik ook een hele leuke vraag vind. Hallo Maud, ik zie dat jij een vraag hebt gesteld. Wilt u ook bij damesvoetbal fluiten? Nou, Anne voetbalt ook. En nou ja, deze twee meiden die doen daar ook heel erg goed aan mee. Fleur en Roos die kunnen heel goed turnen. Die maken allemaal hele mooie kunstjes hiernaast. En ja, ook het damesvoetbal is natuurlijk een hele belangrijke tak. Iets wat we heel veel zien. En wij zijn heel erg blij met bij de KNVB, even kijken, dan moet ik naar deze wijzen, waar ik voor werk, dat we ook damesvoetbal hebben. En ik fluit ook af en toe dameswedstrijden. Maar waar we nog heel erg naar op zoek zijn, is ook, en daar werk ik ook voor, is dat wij vrouwelijke scheidsrechters hebben. Nou, jullie zien het al, ik heb het al gezegd, de meiden hebben al een heel mooi scheidsrechtershirt aan. En wij zijn echt op zoek naar nog meer vrouwelijke scheidsrechters. Dus ja, ik zou heel graag een keer ook een wedstrijd willen fluiten bij damesvoetbal. Ik doe dat ook geregeld. Bijvoorbeeld hier bij een voetbalvereniging in Alphen. Daar hebben wij een toernooi elk jaar. Nou, daar voetbalt ook Anne. Daar fluit ik ook wedstrijden, soms voor dames. Dus ja, een hele leuke vraag. Mag u ook EK's en WK's fluiten? Nou, zoals gezegd, ik ben 15 jaar lang internationaal scheidsrechter geweest. Bijvoorbeeld bij deze wedstrijd. Dat is een Europa League wedstrijd. Nou, daar gingen we toen met 6 personen gingen we daar naartoe. Ja, dat was natuurlijk echt super gaaf om mee te maken. Maar op dit moment ben ik niet meer actief op het internationale. Nog wel in Nederland. Dus dat blijf ik nog wel een aantal jaren doen. Maar EK's en WK's, ja, die zal ik niet meer fluiten. Maar wel kan ik mee met het team van Danny Makkely. Dat is nog steeds een internationale scheidsrechter. Kan ik naar die wedstrijden toe. En nou ja, dit is bijvoorbeeld de bal waarmee de laatste wedstrijd is gespeeld. Nou, dat was op 12 december 2019. Nou, dan was ik de scheidsrechter. En dat was toen in de Europa League. En ja, dat was natuurlijk super gaaf om mee te maken. Ik denk dat het leuk is om jullie vast eventjes te laten weten wat nou daadwerkelijk het trucje is wat ik jullie wil laten zien. En dat is heel simpel. Dat is een wc-rol. En mijn vraag aan jullie is, willen jullie, en dat kunnen jullie op deze website kunnen jullie dat laten zien. Dus dat is online gastles of hashtag meester Kevin. En jullie kunnen ook, als jullie dat leuk vinden, op Instagram kunnen jullie filmpjes sturen of vragen stellen eventueel nog. En dat is kevin.blom.official. Ik zal hem zo meteen nog een keer laten zien. Nou, ik heb een poging gewaagd om de bal of de... Oh, ik moet hem zo laten zien. Ik hoop dat jullie het goed kunnen laten zien. Ik kon 6 keer, kon ik dus de wc-rol... Ik zal hem nog 1 keertje laten zien. 1, 2, 3. Oh, deze kant op. Nou, het lukte mij 6 keer. En mijn vraag aan jullie is, kunnen jullie dat verbeteren? Dus kunnen jullie dat nog beter doen? En nogmaals, hier kunnen jullie dan, moet ik deze kant op, de andere kant op.
Dus dit is waar je dat naartoe kan sturen. Online gastles, meester Kevin of kevin.blom.official. Goed, even kijken. Nou, verder, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb altijd heel veel plezier gehad op de lagere school waar jullie nu op zitten. Ik vond het altijd heel erg lastig om bijvoorbeeld het rekenen. Daar had ik in het begin heel veel moeite mee. Dus ja, ook voor jullie heel veel, heel belangrijk dat je daar in ieder geval heel veel tijd aan besteedt. Maar ook de Nederlandse taal. Gisteren kreeg ik van iemand op Instagram de vraag van nou, wat vond je nou de leukste les altijd? Ja, dat vond ik toch wel geschiedenis. Dat vond ik altijd heel erg interessant. Nou, vervolgens ben ik na de basisschool ben ik gaan studeren. Toen heb ik commerciële economie gestudeerd en toen ben ik spullen gaan verkopen. Maar ja, op een gegeven moment toen ben ik toch ja, meer gaan fluiten. En toen ben ik gestopt met werken. Ik werk nog wel 20 uur bij de KNVB. Daar begeleid ik bijvoorbeeld vrouwelijke scheidsrechters. Maar ook de scheidsrechters op het hoogste niveau. En ik geef ook heel veel presentaties in het land. En ik heb ook een boek geschreven, wat ik ook heel erg leuk vind. Misschien ook wel leuk om even te laten zien. Dat heet De Fluitende Leider. Dat boek dat heb ik geschreven voor bedrijven. En die kan ik dan lesgeven. Nou, en dan doen we eigenlijk hetzelfde zoals nu. Dan vertel ik een aantal dingen. En dan kunnen zij ook vragen stellen. En ja, ook superleuk om daar eens een keertje mee aan de slag te gaan. Ik scroll nog even door de vragen. Misschien dat er nog een aantal nieuwe vragen zijn gesteld. Eens even kijken. Welke? Oh ja, ik kan hier ook wel even kijken. Of misschien dat Thijs nog een paar vragen door kan sturen. Nou, dat zien we zo wel. Nou, wat ik, nogmaals wilde laten zien. Degene die de beste actie kan laten zien. Roos, laat nog maar één keer de bal zien. Ik denk dat wel leuk is. Juist. En het scheidsrechtershirt. Dat is de tweede prijs. Die laten we ook nog even zien. Dus dit is ook iets wat je kan winnen. Dus dat is denk ik ook wel leuk voor jullie om dat te laten zien. Nou ja, en dan wens ik jullie, gaan we zo meteen gaan we afronden. En ja, dan moet ik eigenlijk heel erg trots zijn. Want wij hebben volgens mij met heel veel leerlingen tegelijk hebben wij deze les kunnen geven. Ik vind dit ontzettend goed wat jullie hebben gedaan de afgelopen weken. Want ja, ook deze meiden die hebben constant hier thuis hebben zij gewerkt. Nou, dan gingen ze om 8:30 gingen ze beginnen met de les. Vervolgens hadden ze dan een uur pauze. Nou, dan gingen ze hier turnen of voetballen in de tuin. En dan gingen ze weer terug naar school. Dus ja, dat deden ze allemaal vanuit huis. En jullie hebben dat natuurlijk ook gedaan. Nou, het is natuurlijk heel fijn dat jullie straks volgens mij weer omste beurt naar school kunnen. Superleuk dat weer mogelijk is. Want ja, alles leuk en wel, maar ja, je wilt toch graag weer naar school toe. En ook voor de docenten, maar ook voor de directeuren op de scholen. Heel veel respect. En wij zijn natuurlijk heel erg blij dat we iets terug kunnen doen en jullie een half uurtje zo'n les kunnen laten geven. Waarin ik toch eens een aantal dingen heb kunnen laten zien die voor jullie van belang zijn. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. En ik scroll nog eventjes door de vragen. Ik weet niet of er nog wat nieuwe vragen bij zijn. Ja. Deze vind ik wel belangrijk. Vind je het erg dat de wedstrijden nu niet meer doorgaan? Ik ben heel erg blij. En ik zou heel erg blij zijn als we weer gaan voetballen. Want ja, ook ik mis het voetballen enorm. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat... het is natuurlijk heel belangrijk dat we denken aan de gezondheid. Maar wedstrijden zijn natuurlijk hartstikke leuk om te voetballen. Nou, gelukkig kunnen de allerjongsten tot en met 12, die kunnen weer lekker naar buiten. Die kunnen weer lekker wedstrijden gaan spelen. Die kunnen weer trainingen gaan doen en later hopelijk ook weer wedstrijden. Wij hopen dat we in ieder geval in september weer kunnen gaan spelen.
Hoe het met de competitie af gaat lopen, weet ik niet. Ook dat is natuurlijk heel spannend. Hè? Wordt Ajax nou kampioen? Of AZ? Wie gaat de Champions League voetbal spelen? Wie gaat de degraderen? Wie gaat er promoveren? Oftewel, wie gaan de eredivisie uit? Wie komen er weer terug in de eredivisie? Ja, dat is natuurlijk echt nog heel erg spannend. En ja, daar moeten we nog eventjes op wachten. Maar we hopen in ieder geval dat snel duidelijk is. Wij gaan afronden. Ik zie dat het tijd is. Ik wil nog één keer laten zien hoe jullie je filmpjes in kunnen sturen. Oftewel op hashtag online gastles, hashtag meester Kevin. En als jullie nog leuke vragen of andere dingen hebben, kevin.blom.official. Daar kunnen jullie op Instagram kunnen jullie mij ook vinden. En dan kunnen jullie deze mooie bal kunnen jullie daar winnen. En dit prachtige shirt. En dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd. En nou, ik vond het hartstikke leuk. En laten we eindigen niet met fluiten op de vingers, maar met fluiten op de fluit.